Hallo, ik ben Bram Pater en je bent nu in het Aruba-pad 18 in de Kooi. Dit is een onderdeel van het gebouw. De stemming zit er gelijk al goed in de gang, hè? Ja, dit stukje hebben we eigenlijk gezien bij Swarovski in Oostenrijk. Die had ook zoiets liggen, een grote bal met een hele schuur ervoor. Ja, hier in de kamer natuurlijk helemaal uitgebreid kerstfeest. En ja, natuurlijk de boom. En als je details ziet, dan zul je voornamelijk zien dat er heel veel Disney-figuurtjes in hangen. Het is eigenlijk zonde om een vlieg aan te doen, maar nu kunnen we jou niet zien. De boom, de Disney-figuren, zei je. Ja, de boom die zit helemaal vol met Disney-figuurtjes. Uit Frankrijk vandaan, daar is mijn vrouw een paar keer geweest met de buurvrouw. Toen ik ging zoeken naar Leidenaren die iets met kerst hebben, daar kwamen ze uit bij Bram Pater. Maar dat is niet toevallig, hè? Nee, maar vroeger woonde ik in de Prins Frederikstraat, dat is in het Noorderkwartier. En ik ben nu een overloper, ik woon in de Kooi. Maar ja, toen kon ik meer uitbreiden, ik kon ook veel meer aan de gevel doen. Dit is allemaal nog nieuw, dus het mag nog niet. Dus misschien volgend jaar dat we toch wel iets meer gaan krijgen hier zo. Want je mag helemaal niks aan hier, hè? Nee, aan de buitenkant niks. Ik heb het toch wel geprobeerd. Op het dakterras heb ik al het een en ander neer kunnen zetten. Maar aan de muur mag ik nog helemaal niks doen. En dat is toch wel jammer, want als je zag hoe in de Prins Frederikstraat, dat straalde uit. En dat mis ik nog wel even. Maar waarom is dat dat het niet mag dan? Ja, het is nieuw, hè. Die architect die houdt daar nog niet zo van, denk ik. Ik weet het ook niet. Ik mag zelfs nog geen bloembakje aan de muur ophangen. Daar staan hele slingers met kerstversierselen. Heel erg jammer, maar... Jij laat je dat tegenhouden? Nou, nog wel, ja. Maar volgend jaar misschien wel... Ik wil ook wel blijven wonen natuurlijk. En als de woningbouwvereniging zegt van dat willen we niet en eruit, dat wil ik natuurlijk ook niet. Maar daar hadden we ook twee hele grote behangtafels, helemaal vol met een complete dorpjes, bergen en weet ik wat allemaal. Ja, dat is nu ook allemaal anders. Ik moet dat allemaal nog wennen. En al die spullen hebben we toen wel kunnen verkopen, dus we hebben ook niet zoveel meer, maar... Alles begint langzaam zeker weer terug te komen. Waar staan we hier? We staan hier op het dakterras van het gebouw. Dat is een heel nieuw gebouw in Noord. Die bestaat nu zo'n beetje 4 jaar. En we zijn een van de eerste bewoners hier. Het is goed, die kwam? Ja, er staat een beetje wind, ja. Het is ook wel te zien, de slingers die gaan en weer. De kerstboom zit nog steeds. Waar komt die lied voor kerst vandaan? Ten eerste vind ik het leuk, die verlichting allemaal en de mensen, de reacties van de mensen allemaal, dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Alleen het enige probleem is, in de Prins Frederikstraat kon iedereen langskomen en hier is dat natuurlijk wat minder. Je doet het alleen voor jezelf en voor een paar buren die je hier zo om je heen hebt zitten. Maar daarom is het ook gewoon wat minder en dat is, ja, het is toch jammer. Is het kerstgevoel van Bram Pater dan ook minder? Nee, dat blijft. Dat heb ik toch ook van vroeger ooit meegekregen. En dat hebben we nu nog steeds. En kerst is toch voor ons toch wel kerst. Ja. Ook een mooie kerstding om je nek zie je? Dat is een ander hoofdstuk. Als je stopt met roken en je legt het geld apart. En je neemt dat geld mee naar het buitenland. En je koopt dan iets specifiek van dat land. Ja, dan dit is eigenlijk allemaal rook geweest. Dit is nu goud geworden. Dus die kerstslinger is altijd om? Deze is altijd om, ja. Maar ik ben er een beetje trots op, want ik kan nu zeggen... Kijk, dit was allemaal rook als ik het niet gekocht had. Maar ik zeg, 20 jaar geleden gestopt met roken. En mevrouw die kocht de cheque en ik de sigaretten. En ook mevrouw heeft dus zo'n mooie ketting, ja. Okay. Ja, dit zijn echt allemaal Swarovski en verzamelobjecten. We hebben wat Disney-figuren, hondjes, beertjes allemaal. En ja, van alles en nog wat. Alles maar, allemaal Swarovski. Dat is wel ons grootste bezit hier zo, deze poppen. Van die mannetjes er zijn er 16, van de vrouwtjes zittend 12 en 4 staand. Maar wij hebben dus de zittende. Er zijn ook weer mensen die chagrijnig worden voor kerst. Kunnen jullie daar wat bij voorstellen?
Ja, ik denk dat als je nare ervaringen hebt, en ik kan me voorstellen, zo rond die tijd altijd, en je hebt je naaste verloren, dan is kerst natuurlijk een trieste tijd, omdat je dan altijd herinnerd wordt. Maar ik denk, ja, het is niet alleen met de kerst, maar ook door het jaar heen kun je mensen verliezen. Het is ook een trieste tijd, alleen kerst zegt iets meer, het spreekt iets meer aan. Nou, voor ons is het geen slechte tijd. Wij hebben thuis, we hebben altijd feest. Bij ons is het altijd feest. We zijn altijd vrolijk. En best eens een keer een dag, want ook wij hebben natuurlijk dierbaren verloren. Maar ja, dat is dan die dag. Maar kerst is langer. En ik denk dat het dan wat moeizamer is. En nog een laatste boodschap voor de kijkers van het Leidsdagblad. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik wens iedereen het allerbeste met de kerst. Maak er iets leuks van. Piek er niet te veel. En met de jaarwisseling, kijk uit voor je ogen en je vingers. En dan zeg ik, een hele goede roets, zoals ze in Limburg zeggen. Maar in ieder geval een hele fijne jaarwisseling. En voor 2017, geen paniek, rustig doorgaan.